Welkom bij de Liberale Partij Maastricht. Vandaag gaan we het hebben over werkgelegenheid. Naast een kwalitatief goed financieel beleid en goede zorg is werkgelegenheid een van onze voornaamste speerpunten. Afgelopen periode is de stad meer dan 4000 banen kwijtgeraakt. De gemeente moet dus veel meer inzetten op behoud en creëren van banen. Maastricht is het best gebaat bij een breed scala van werkgelegenheid. Naast detailhandel, horeca, toerisme, industrie en dienstverlening is hoogwaardige technologie één van de belangrijkste spelers in het veld. Vandaag zijn we te gast bij de heer Lamberti, directeur van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Het UMC Maastricht is een mooi voorbeeld van innovatie. Kom, dan nemen we u mee voor een kijkje achter de schermen. Welkom bij Maastricht UMC Holding. Fijn dat ik jullie vandaag dit bedrijf mag presenteren. Maastricht UMC Holding is een 50% dochter van de Universiteit Maastricht en 50% dochter van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. En wij zorgen voor de commerciële taken van deze twee kennisinstellingen op het gebied van life sciences. Dus wij commercialiseren kennis vanuit deze twee kennisinstellingen naar de markt toe. En we proberen in samenwerking met de Maastricht Health Campus ook weer bedrijven van buiten de kennisinstellingen naar Maastricht toe te halen. Ik heb begrepen dat u 22 bedrijven eromheen hebt ontwikkeld. Hoe is dat allemaal gegaan? De Maastricht UMC Holding is in 2008 gestart met een klein aantal bedrijven die op dat moment al als BV onder het Academisch Ziekenhuis hingen. We hebben die samen bij elkaar gegroepeerd. In 2008 zijn we dan officieel van start gegaan met de Maastricht UMC Holding, waarbij in 2010 bedrijven van de universiteit in het gebied van life sciences erbij gekomen zijn. En vanaf 2010 hebben we eigenlijk de brede scope genomen tussen aan de ene kant het ziekenhuis en aan de andere kant de faculteit. Waarbij we gekeken hebben naar waar we dus zoveel mogelijk IP kunnen gebruiken om dat naar een commerciële toepassing te brengen. 22 bedrijven hebben we op dit moment. De bedoeling is dat we in het kader van het ontwikkelingsplan Brainport 2020, dat we in 2020 40 bedrijven minimaal hier op de campus gevestigd hebben. Jullie missie en visie, en waaruit bestaan die activiteiten? Onze missie en visie, dat moet je even uit elkaar halen. Onze missie is om zoveel mogelijk activiteiten voor de twee kennisinstellingen op het gebied van commercialisering te organiseren, zodat kennis en kunde van de twee kennisinstellingen naar het niveau van het opstarten van een bedrijf gebracht kan worden. Onze taak en doelstelling is daarbij dat proces te faciliteren. En daar waar ook dat gevraagd wordt, om dat ook financieel verder te ondersteunen. Dus we doen twee dingen. Aan de ene kant faciliteren we dat proces van bedrijfsoprichting en het beheren van die bedrijven. En aan de andere kant hebben we een financiële taak, doordat we geld daarin investeren. En tegelijkertijd ook zoeken naar co-investeerders die we van buitenaf daarbij aantrekken. Dus dit is dus vrij uniek wat hier nu in Maastricht gebeurt? Ja en nee. Uniek in die zin dat wij heel breed faciliteren en de diensten die de holding aanbiedt aan de bedrijven, dat gaat echt van oprichting, beheer, maar ook het ondersteunen van het dagdagelijkse proces. Dat doen we door middel van een shared service center. Uniek in die zin dat we dat voor deze regio hebben georganiseerd. Er zijn andere UMC's in Nederland waar ook een holdingbedrijf aan verbonden is. Alleen hun taak en doelstelling is in die zin beperkt dat ze vaak alleen maar een beheerder zijn. En niet zozeer het bedrijf dagelijks begeleiden om tot een hoger succesniveau te komen. Voor onze fractie is werkgelegenheid echt een hoofdspeerpunt. Mm-hmm. Hoeveel banen levert dit nu op voor hoog opgeleide en voor laag opgeleide? Het levert banen op. Dat is ook een van onze primaire doelstellingen. Om, wat ik net al zei, in dat ontwikkelingsplan Brainport 2020 banen te creëren. We willen minimaal 1200 banen gecreëerd hebben volgens onze doelstellingen. Beperkt bij sommige bedrijven omdat het één- of tweemansbedrijven zijn. Maar dat kan soms ook echt boven de 100 gaan. Omdat het bedrijven zijn die ook veel groter zijn. Dus het varieert.
Onze doelstelling is 1200 banen minimaal gecreëerd te hebben voor 2020. En heeft u ook zicht op het onderscheid tussen lage opgeleide en hoogopgeleide? Ja. In de bedrijven zelf zijn dat meestal hoogopgeleide mensen die vanuit de kennisinstellingen hun activiteiten in die BV onderbrengen. Maar ondersteunend personeel is altijd nodig. Dat betekent in het bedrijf zelf waar de mensen werken, maar ook in de faciliterende onderdelen hier in dit gebouw. Denk maar eens aan ons bedrijfsrestaurant, denk maar eens aan onze receptie, denk maar eens aan de schoonmaakdienst. Met wie werkt de Maastricht UMC Holding samen? In principe werkt de Maastricht UMC Holding voornamelijk voor de Universiteit Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Maar in ons netwerk hebben we natuurlijk ook veel bedrijven waar we mee samenwerken. Pharma-industrie, medical device-industrie. Dat beperkt zich niet alleen tot Nederland, maar ook internationaal. We hebben bijvoorbeeld een intensieve samenwerking met Chicago in de Verenigde Staten. En aan de andere kant van de wereld in Zuidoost-Azië met Singapore. Dus onze samenwerking is eigenlijk heel gevarieerd. Tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere organisaties. Hoe komt het bedrijf naar de Maastricht UMC Holding toe? Dat genereren we uit IP, Intellectual Property. Wij zorgen ervoor dat een businessplan geschreven wordt voor een vinding vanuit de kennisinstellingen. Duidelijk voorbeeld daarvan is Xilog BV, wat schedelimplantaten maakt. Vroeger werd dat gemaakt uit je eigen bot, wat ergens uit het lichaam werd weggenomen. En waar men met de hand een zaagje, een vijl enzovoorts een schedelimplantaat probeerde te maken. Je ziet, het ziet niet mooi uit. Het eindeffect is ook dat je schedel niet echt mooi uitziet. Wat doet Xilog? Xilog maakt aan de hand van een MRI maakt hij een plaatje. En dat plaatje dat wordt via een 3D-printer wordt een schedelimplantaat gemaakt precies op maat van de patiënt. Waar de patiënt ook ter wereld is, daar kan dat implantaat naartoe gevlogen worden. En zoals je kunt zien, het is een perfecte pasmaat. En je ziet dat het helemaal glad is. Geen bobbels meer zoals aan deze kant, maar wel aan deze kant helemaal perfect. Dat is wat wij doen vanuit de kennisinstellingen waar dit ontdekt is. Wij hebben gezegd van dit is een commerciële toepassing. En dat willen we graag naar de markt toe brengen. Dus je ziet van binnenuit naar buiten toe. Dus je zou kunnen zeggen dat Maastricht voorloopt op de rest van de wereld? Er zijn schedelimplantaatbedrijven over de wereld, niet zo heel veel. Maar de manier waarop de fixatie van zo'n schedelimplantaat bij de patiënt gebeurt, plus het hele servicepakket wat daaromheen wordt aangeboden, dat is wel uniek. Ander voorbeeld is, naast schedelimplantaten worden ook kaken worden er gemaakt. We hebben een patiënt gehad in België, in het ziekenhuis van Genk, die een tumor had in de onderkaak. Door het verwijderen van de tumor, dat was natuurlijk noodzakelijk, moest ook de kaak eruit genomen worden. Nou, iemand zonder onderkaak, dat kan niet. En men heeft dus door middel ook weer van een 3D-printing een beeld gemaakt van hoe die kaak dan moest uitzien. En er loopt dus in België op dit moment iemand met een complete onderkaak van het bedrijf van Xilog. Het maken van zo'n schedelimplantaat, dat doen we via 3D-printing. Daardoor kunnen we helemaal precies op maat, laagje voor laagje, kunnen we dat dus ontwikkelen. Dat gaat gedurende de nacht, vindt dat plaats. En de volgende dag beginnen we met de afwerking, de randjes ervan. Maar ook het maken van de fixatiegaatjes waar strakjes de schroefjes doorheen komen. Zodat we een perfecte pasvorm voor de patiënt kunnen maken. Uit welke landen trekt u bedrijven en mensen aan vanwege de kennisindustrie? Nou, dat is heel divers. We hebben natuurlijk hier in Europa een internationaal samenwerkingsnetwerk tussen verschillende UMC's. Waarbij de holding via de UMC's overal samenwerkingsverbanden opzoekt. Daarnaast hebben we ook strategische samenwerkingsallianties opgebouwd. Aan de ene kant met de Verenigde Staten, waarbij we in de Midwest, dus rondom Chicago, een intensieve samenwerking hebben met een groot farmaceutisch bedrijf. En de andere kant van de wereld in Zuidoost-Azië, waarbij Singapore daarvoor de aangewezen plek is. En in feite Singapore gebruikt wordt als springplank naar de regio Zuidoost-Azië. De grotere landen Indonesië, Thailand, Maleisië. Daar waar we op dit moment ook al projecten hebben draaien. Wat is het belang van de beurzen voor de medische wereld in Maastricht? Daar zit een indirect belang, is eraan verbonden. Je ziet dat door het aantrekken van beurzen naar Maastricht, in het MEC bijvoorbeeld, dat bedrijven de vestigingsplaats Maastricht gaan ontdekken.
Ze zien dat hier al een heel stuk infrastructuur aanwezig is, waardoor het voor die bedrijven interessant wordt om zich op de campus hier in Maastricht te vestigen. We zijn nu wel heel erg nieuwsgierig geworden wat eigenlijk jullie toekomstplannen zijn. Nou, ik wil jullie dadelijk graag meenemen naar een stukje toekomst. Onze toekomst voor Maastricht UMC Holding, zoals ik al eerder heb aangegeven, is dat we minimaal 40 bedrijven hier willen hebben op deze campus in Maastricht. Daar werken we hard aan doordat we ieder jaar een aantal bedrijven oprichten. Er zullen ook waarschijnlijk een aantal bedrijven het niet halen, maar dan moet je extra je best doen om nog wat meer bedrijven op te richten. Wij zullen zoveel mogelijk ook de kennisinstellingen faciliteren om die groei mogelijk te maken. En één belangrijk aspect is de MRI-faciliteit die we hebben, Scanexus BV, waardoor we extra bedrijven hier naartoe kunnen halen. Ik nodig jullie uit om mee naar de MRI-scan te gaan. We zijn er nu bij Scanexus. En Scanexus is een ultra high field MRI faciliteit. Wat houdt het in? Ultra high field betekent dat wij 3 MRI-scanners hebben die een heel hoog magnetisch veld hebben. We staan hier dus nu voor de 9.4 Tesla. Daar zijn er maar 4 van over de hele wereld. We hebben ook nog 2 andere scanners die hebben een iets lager magnetisch veld. En de sterkte van dat magnetisch veld, dat bepaalt eigenlijk wat je op het MRI-beeld kan zien. Dus hoe hoger het magnetisch veld, hoe gedetailleerder beeld je kan waarnemen. En dat is eigenlijk voor het onderzoek wat men hier doet echt heel belangrijk, omdat we daardoor ook veel meer kunnen zien wat zich afspeelt in bijvoorbeeld de hersenen. Dat zijn eigenlijk verschillende type groepen die gebruik maken van deze scanner. We zijn eigenlijk in te delen in de lokale gemeenschap. We zitten natuurlijk in Randwijk op de Maastricht Health Campus. Daar hebben we de academici, dus gewoon de onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Maar ook onderzoekers die verbonden zijn aan het academisch ziekenhuis. Dus dat is een vrij grote groep die hier gebruik van maakt. Maar we zitten hier ook natuurlijk in een hele grote community waar eigenlijk allemaal bedrijven gevestigd zijn die ook gebruik maken van deze scanners. Maar daarbuiten hebben we ook heel veel mensen die echt van buiten de regio komen. Dan kan je denken uit Engeland, Zweden, Amerika, Egypte. Eigenlijk van, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Waar zowel dus onderzoekers, maar ook bedrijven interesse tonen om hier speciaal dus naar Maastricht te komen. Naar deze MRI-faciliteit om hier een onderzoek te doen. We staan hier nu voor de 9,4 Tesla scanner. Hoeveel kost die? En wat betekent eigenlijk Tesla? Als we kijken naar de aanschaf van de MRI-scanners, dan kan je uitgaan van ongeveer 1 miljoen per Tesla. Dus deze scanner heeft een waarde van om en nabij 9 miljoen. En Tesla geeft eigenlijk aan de sterkte van de magneet. Dus hoe groter het getal voor de Tesla, hoe sterker en hoe krachtiger de magneet is die eigenlijk in de MRI-scanner zit. 9 miljoen is natuurlijk een heel groot bedrag. Wie heeft dat allemaal gefinancierd? 9 miljoen is echt maar een onderdeel van het geheel geweest, want het totale project, dus de aanschaf van de MRI-scanners, maar ook de hele bouw, was veel groter. Dat was om en nabij 40 miljoen. En dat is grotendeels bekostigd door een EFRO-subsidie, dus een Europese subsidie. Maar dat is ook mede mogelijk gemaakt namens de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en ook de universiteit. En het is een combinatie van subsidies en leningen geweest. Siemens Nederland heeft hierin geïnvesteerd. Hoeveel en waarom doet Siemens dat eigenlijk? Nou, de reden waarom Siemens dat doet is dat dit een toonaangevend instituut is. En ontwikkeling van complexe technieken als MRI-scanners, dat kunnen we eigenlijk niet alleen. Dat doen we met partners in het veld. Deze partner heeft specifiek heel veel kennis op het gebied van neuro. En zij zitten op de rand van wat op dit moment mogelijk is met een MRI-scanner. Nou, wij willen natuurlijk kijken wat kunnen de toekomstige generaties van MRI-scanners. En deze klant die helpt ons daarbij. Om op die grens te gaan zitten en te kijken wat zou er nou nuttig zijn in de volgende generatie. Wat voor tools moeten we hebben? Welke techniek moeten we daar inzetten? En dat doen we wereldwijd met een aantal partners. Specifiek deze partner op het gebied van neuro. En wat u hier ziet is een hoge resolutie anatomische scan. Specifiek gericht op het achtste deel van het hoofd, waar eigenlijk de waarneming, de visuele waarneming gebeurt in het brein. En daardoor zouden die beelden zouden dus niet meer bruikbaar zijn. We zijn aan het einde gekomen van de rondgang langs de verschillende bedrijven, de Maastricht UMC Holding en de faciliteit hierbij. Aan deze kant hebben we op dit kruispunt onze bedrijven in onderhoud bij elkaar. Aan deze kant de faculteit aan psychologie. En tot slot onze MRI-faciliteit, waar we onze onderzoeken doen
met proefpersonen en patiënten.